Airways. Proud to serve you. Het grootste culturele Hindoestaanse openluchtevenement van Europa voor de 30ste keer in Den Haag. Zomerfestival Milan, 4, 5 en 6 juli in het Zuiderpark. 3 dagen lang heerlijk in de openlucht met meer dan 60.000 bezoekers. Een tropisch feest voor een leuke dag uit met het hele gezin. Geniet van dans, muziek, mode, Bollywood, beeldende kunst en natuurlijk het allerlekkerste eten en drinken. 30 jaar in Den Haag en elk jaar weer leuker. Zomerfestival Milan, 4, 5 en 6 juli in het Zuiderpark. Check milan-zuiderpark.nl. Heemskerk en Feijen Notarissen is al 20 jaar het notariskantoor in het hart van Loosduinen, Den Haag. Heemskerk en Feijen Notarissen specialiseren zich in leven, wonen en ondernemen. Gaat u bijvoorbeeld een huis kopen? Moet er een samenlevingscontract opgesteld worden? Of misschien een testament? Heemskerk en Feijen Notarissen geven uitleg, maken een complex verhaal eenvoudig en brengen dit terug tot de kern. Daarnaast kan Heemskerk en Feijen Notarissen ook begeleiding bieden voor notariële zaken in Suriname. Wij nodigen u graag uit bij ons op kantoor. Lange trainen is het dan eindelijk zover. De Miss India, de Nederlands verkiezing 2013-2014. Vandaag zijn we aanwezig in de Grote Kerk te Den Haag. Het wordt een avond vol glitter en glamour met als hoofdvraag: wie gaat er vanavond naar huis met die felbegeerde kroon? En wie zal Nederland later dit jaar vertegenwoordigen op de Worldwide verkiezing? Backstage naast een van de finalisten van vanavond, Shivarna. Je hebt maandenlang getraind voor deze avond. Hoe is de sfeer hier backstage tussen alle finalisten? Ik moet eerlijk zeggen, de sfeer is wel gestrest, maar het is wel positief. Iedereen is nog gezellig en relaxed en ja, we doen allemaal ons ding. Rustig gegeten, rustig in de make-up geweest en ik denk dat straks pas de zenuwen komen tijdens het omkleden en dat stress en gehaast. Ja, want je zegt het al, er gaan straks waarschijnlijk veel zenuwen komen. Wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat je die zenuwen op het podium nog een beetje weet te drukken? Let op mijn ademhaling, denk ik. Het is het enigste wat ik dan nog onder controle heb. Voor de rest kan ik niks anders doen. En wat verwacht jij van vanavond? Ik verwacht een
spectaculaire show natuurlijk. En gezelligheid, gelach. Ja, ik weet niet. Ik verwacht er gewoon iets gezelligs van. Iets positiefs. Goede sfeer. Is goed. Nou, dan wens ik jou heel veel succes voor vanavond. Ja, ik sta hier naast Angelique Kanhai. Angelique, waarom denk jij dat jij gaat winnen vandaag? Ik heb heel hard gewerkt de afgelopen 8 maanden. Het is mijn droom en ik zet mijn hart en ziel vandaag daar op het podium. Dus daarom denk ik dat ik ga winnen. Omdat ik, wat kan je nog meer doen dan alles geven en iedereen omver blazen. Maar hoe heb jij jezelf dan voorbereid voor vanavond? Voor vanavond, zoals ik al zei, we zijn 8 maanden bezig met de finale om onszelf voor te bereiden. Dus ik heb 8, 9 maanden lang zelfs de tijd gehad om me voor te bereiden. De afgelopen 10, 11 dagen hebben we elke avond getraind. Elke avond hebben we onze dans voorbereid, onze catwalks voorbereid. Dus dat zit er helemaal ingegoten met de paplepel. Dus nee, niet met de paplepel, maar het zit er helemaal ingegoten. Gezonde spanning komt er nu uit. En wie komt jou vanavond supporten? Mijn ouders zijn erbij, mijn broertje en mijn zusje. Daarna heb ik ook nog mijn mausie en mijn neef en zijn vrouw en mijn Aji. Daar komen dus genoeg mensen voor je. Ik wens je heel veel succes. Twee andere finalisten, Anjani en Sahida. Anjani, hoe heb jij het hele trainingsproces ervaren de afgelopen maanden? Life changing, dat is een Engels woord. We hebben ontzettend veel meegemaakt en geleerd. Zowel op beautygebied als brains en businesses. En ik ben ontzettend blij dat ik hieraan heb mogen meedoen. Ja, want er is natuurlijk vanavond 1 miss die naar huis gaat met de kroon. Wat is volgens jou de kernkwaliteit die een echte miss moet hebben? De kwaliteit die een echte mis moet hebben. Want ik vind natuurlijk, de meeste mensen gaan er vanuit beauty, maar dat is het niet. Daarom ook deze misverkiezing. Hierbij gaat het om beauty, brand en business. Dus ook het opkomen voor de misverkiezing zelf, Miss India de Netherlands kunnen representeren. Dat met name. En je doelen natuurlijk nastreven. Hey Baarty, jullie hebben de afgelopen 8 maanden hebben jullie flink getraind. Maar wat is je het meest bijgebleven nou van alle trainingen? Als ik terugkijk op de afgelopen 8 maanden, 9 inmiddels alweer. We hebben zoveel meegemaakt. Wat mij eigenlijk het meest bijgebleven is dat ik zoveel mensen ontmoet heb. En eigenlijk heel veel inspiratie heb opgedaan. Van heel veel verschillende mensen. Van vrouwen tot kinderen tot ouderen bijvoorbeeld. Dat zijn wel echt dingen die mij bijgebleven zijn. De mensen die ik ontmoet heb. En stel voor je wint niet. Wat ga je dan doen? Nou, ik ben eigenlijk wel iemand die heel kritisch naar mezelf kan kijken. En ik ben ook echt een persoon van evaluatie. Dus ik denk dat het daarmee begint. Maar zoals ik net ook al aangaf, ik heb een fantastische fase ondergaan. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. En dat zijn wel dingen die niemand mij kan ontnemen. Dus ongeacht het resultaat, denk ik dat het sowieso wel een gewin is voor mij. En zou jij andere meiden dan ook gewoon aanraden om mee te doen aan de misverkiezing? Absoluut. Ja, absoluut. Het is niet, zeker bij Miss India the Netherlands, hè, het is niet alleen maar beauty. Het is hier ook echt brains en business. Het gaat niet alleen om het oppervlakkige. Maar ja, is ze nou wel mooi of niet mooi? Maar heeft ze ook een inhoud en heeft ze een doel? Heeft ze iets wat dicht bij haar hart ligt? En die ruimte krijg je bij Miss India the Netherlands. I'm not afraid to die.
en dan wil ik graag de andere beauty die daar zit, Olse Gilsen, jou de vraag. Aan wie ga je die stellen? Mijn vraag is voor nummer 10, Janine Habib. Kijk, dat jij prachtig bent, zien we allemaal in de zaal. Maar ik vroeg me af, stel je voor, als je nou vanavond Miss India in Netherlands wordt, wat is jouw eerste grote doel? Want het is een enorme grote verantwoordelijkheid en ik ben benieuwd hoe jij die eer gaat geven. Bedankt voor uw vraag. Wat ik zou doen als ik Miss India in de Netherlands zou worden, als grote doel, is natuurlijk om een ambassadeur te worden van niemand anders dan Save the Children. Ons, ja, eigenlijk persoonlijke doel waar wij voor staan. Save the Children is een wereldwijde organisatie die kinderen vanuit de hele wereld helpt. En ik wil graag mijn steentje daarbij aan bijdragen. Zelf heb ik ook een persoonlijk doel en dat heb ik al eerder genoemd, dat is het pesten. Ik wil dat graag in Nederland uitbreiden en op scholen graag projecten opstarten om kinderen de impacts en de gevolgen te laten zien. Omdat het mij ook tot een sterker persoon heeft gemaakt. Maar bedoel je dan dat jij zelf gepest bent vroeger op school? Ja, dat klopt. En waarom werd jij gepest? Ja, ik was vroeger meer het sulletje eigenlijk. Met een brilletje en een beugel. En ik was eigenlijk heel stil, dus een mikpunt. Voor ze, maar ik sta nu sterk in mijn schoenen, echt. Maar, en dan staat ze hier, jongens. Een groot applaus. Want dit is fantastisch. Voor mij gaat het niet om uiterlijk, want iedereen kan mooi zijn. Maar jij bent een voorbeeld van een sterke jonge vrouw. Thank you.
Wederom spectaculair, toch? Supermooi. Ongelooflijk. Geef ze even een hartelijk applaus. Onze 15 prachtige missen. Lieve dames en heren, het was aan mij de eer om de derde plek vanavond op deze bijzondere avond weg te mogen geven. De second runner-up, dat wil zeggen de derde plek, gaat vanavond naar Priya Viharis. India, the Netherlands 2014 is Shanina Habib. Winnende Miss Shanine Habib, hoe voel je je nu? Ik weet echt niet wat ik moet voelen. Ik ben sprakeloos. Ik had echt nooit verwacht van deze avond. En waarom denk je dat jij hebt gewonnen? Ik heb gewoon de avond van mijn leven gehad. Ik heb genoten. Ik heb alles gegeven wat ik kon. Ik heb gestraald. Ja. En wat zijn nu je doelen als Miss? Mijn doelen als Miss, ja, je ziet het. Save the children. Ik ben Grand Ambassador. Ik ga vele projecten doen en ik ga zeker mijn eigen doel voortzetten. Het pesten. Ik ga op basisscholen ga ik projecten opvoeren. Ik ga het gewoon doen. En wat kunnen we nog meer van jou in de toekomst verwachten qua modellenwerk? Ja, het is een beetje te kort om dat te zeggen. Ik ben het pas net geworden. Ik ging met alle verwachtingen hier naartoe. Ik wist niet wat er zou gebeuren. Maar je hoort waarschijnlijk wel heel snel van mij. Nou, we houden je in ieder geval in de gaten. Dankjewel.
naast de trotse ouders van de winnares van vanavond. Hoe hebben jullie het vanavond beleefd? Oh, heel spannend. Ontzettend spannend. We leefden echt in een roes van het zal toch niet echt gebeuren. En het ging steeds dichterbij komen en we voelden die spanning alleen maar groeien. En we dachten van nee, dat kan niet waar zijn. Janine is als een lolletje mee begonnen. Met z'n allen, de familie, hebben gezegd van we gaan eraan beginnen. En het is zover, ze is eerste geworden. Het is geweldig. Ja, en ik sta hier naast de vader van Janine Habib. Kunt u beschrijven hoe een trots vadergevoel nou op dit moment, hoe u dat ervaart? Oeh, heel moeilijk. Het is heel trots, natuurlijk. Het is heel goed dat ze dat gehaald heeft. Ik vind het heel knap van haar. Go, go, go met Goinda Tours. Wij hebben weer nieuwe reizen voor u op het programma, zoals de 8 dagen Mini Europe Tour, 12 dagen naar Portugal, het mooie Praag en de 9 dagen South Europe Tour. Voor meer informatie kijk op www.goindatours.com of bel ons op 0900 468 4632. Goinda Tours, service with a personal touch. Heemskerk en Feijen Notarissen is al 20 jaar het notariskantoor in het hart van Loosduinen, Den Haag. Heemskerk en Feijen Notarissen specialiseren zich in leven, wonen en ondernemen. Gaat u bijvoorbeeld een huis kopen? Moet er een samenlevingscontract opgesteld worden? Of misschien een testament? Heemskerk en Feijen Notarissen geven uitleg, maken een complex verhaal eenvoudig en brengen dit terug tot de kern. Daarnaast kan Heemskerk en Feijen Notarissen ook begeleiding bieden voor notariële zaken in Suriname. Wij nodigen u graag uit bij ons op kantoor. Agar tum mil jao, zamana chhod denge hum. Agar tum Fahon, Hindustani Radio. Nu in de ether te beluisteren in grote delen van Nederland op 1566 AM. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Voor meer informatie ga naar de website www.fahonfm.nl of bel naar 070 365 2247. Fahon, Hindustani Radio. 1566 AM. 1566 AM.